Ja, ik weet het. 21 november, vrienden. Want dat is de dag dat we gaan beslissen. Want we gaan stemmen natuurlijk. Hè? Ja, dan gaan we goed kijken. Maar je ziet de contouren al een beetje ontstaan. Ja, en daar wil ik maar even op wijzen. Want er zijn dus nog heel veel, zeg maar, zwevende kiezers. Ja, de Hoovercraft-kiezers, die het nog niet weten. Die lopen nog een beetje, zeg maar, op drijfzand. Die zitten politiek nog een beetje in een doolhof. En die weten het nog niet. Maar die neigen, een groot deel daarvan, neigt naar, ja, volgens de peilingen, naar Omtzigt. Naar de Pieter, ja. En, ja, nou vrienden, let nou op. Die Pieter die ontbijt volgens mij 's morgens met linksdraaiende yoghurt. Ja, dat doet hij. Hij heeft een beetje die neiging naar links te trekken. En wat is er nou aan de hand bij Partij van de Arbeid en die GroenLinks? Want die willen helemaal niet samen met de VVD. Daar hebben ze geen zin in. Die hebben daar hele slechte ervaringen mee in het verleden. Die zijn nu al bezig met toenaderingspogingen. Heb je hem door? Met de Pieter. Ja, die zijn bezig met kennismakingsgesprekken en toenaderingen en allemaal. Dat is allemaal achterkamertjes politiek. Zo noemen ze dat. Maar die zijn dan al afspraken aan het maken daar met elkaar. Ja, links met de Pieter. Dus ja, oh vrienden. Zie je het aankomen? Zie je het gevaar? Ja. En wij zijn toch bezig met die missie, ja, om die groengoeroe uit het torentje te houden, nee ja. Dus je moet nu al goed gaan nadenken, kijk, dat paars is bijna niet meer te voorkomen. Dat die Pieter samengaat met de groengoeroe, dat is bijna niet tegen te houden. Alleen, dan moet je zorgen voor zoveel mogelijk rechtse input. Dus er is maar één oplossing voor, we moeten zoveel mogelijk rechts gaan stemmen. Ja, rechts. Ja, ja. Dat wil dus zeggen. Of PVV. Maar PVV. Die wil. De Pieter wil de PVV niet. Ja, ja. Dus dat heeft weinig zin om PVV te stemmen. Dan kan je wel doen. Maar ja. Of BBB. Die moet je er dan bij zien te drukken. Of de VVD. Die moeten we dan erbij halen. En alleen maar om het zo licht mogelijk paars te laten worden. Ja, vrienden. Ja. Ja. Het spijt me dat ik het zo allemaal moet vertellen. Maar ja. Ik waarschuw maar even.